Ja, dank u wel. Onderschrijft NSC het hoofdlijnenakkoord? Vanzelfsprekend. In het hoofdlijnenakkoord hebben we afgesproken dat we geen nationale koppen bovenop Europese regelgeving zetten. En dit is een nationale kop bovenop Europese regelgeving. Dus mijn vraag aan mevrouw Jansen is, hoe duidt mevrouw Jansen dit? Nou, ik ben voor preventie en in het hoofdlijnenakkoord staat heel duidelijk dat wij voor preventie gaan en dat we er alles aan doen om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren en gezondheidsverschillen te verminderen. En dat vind ik vanuit mijn optiek de belangrijkste overweging. En daarnaast besef ik ook dat er veel Europese regels zijn en die in de beantwoording van de brief van de staatssecretaris ook belemmerend nu lijken te werken in het doorvoeren van de VEEP. Maar ik wil toch het niet opgeven nu al en kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de Europese regels om toch na te gaan. Want ik weet dat er ook wel beweging zit in Europa op dit gebied en ook in de landen om ons heen. Ja, dus ik begrijp van mevrouw Jansen dat NSC onderschrijft het hoofdlijnenakkoord. Alleen dan waar ze het hoofdlijnenakkoord wil onderschrijven. Want er staat duidelijk in het hoofdlijnenakkoord geen nationale koppen op Europese regelgeving. En in dit geval zou dat wel zo zijn. Dus als we over dit soort ideeën spreken, dan zou ik dat in Europees verband willen doen. Dus dat we dus die grenseffecten ook niet meer hebben. Je ziet inmiddels, men roept van ja, mensen tot 25 kilometer, 40 kilometer gaan de grens over. Nou, ik kan u vertellen dat ik hier regelmatig mensen, inwoners in Den Haag spreek, die ook naar de grens overgaan, die ook naar Duitsland gaan, ook naar België. En dat is meer dan 40 kilometer. Dus waarom niet in Europees verband, NSC zit ook in het Europese parlement, om dan te kijken of we dat Europees gaan doen. Hè? Dan los van wat je verder van het idee vindt, op zich, ik snap het, want ik tegen mijn kinderen ook gezegd, doe het niet, ga niet roken. Ik vind het ook prima dat er geen schoolpleinen meer zijn waar gerookt wordt. Allemaal dat soort maatregelen vind ik allemaal prima. Maar dit is wel duidelijk een nationale kop boven op Europees beleid. Ja. Ik ben het met mevrouw Van der Plas eens dat we het ook Europees moeten inzetten. Ik zie daar de urgentie ook van, omdat, zoals ik net ook zei, er een heleboel regels zijn die belemmerend werken. Dus ik, daarom wil ik ook niet alleen insteken op het in Nederland aanpakken van het vapen. Maar ik zie ook dat we Europees aan de slag moeten. Maar en ik hoor ook, er zijn vast mensen uit Den Haag die de grens overgaan om ergens in België of Duitsland hun rookwaar te kopen. Maar nogmaals, uit onderzoek blijkt dat dat niet de meerderheid is. En ik vind dat wij de gezondheid van de bevolking voorop moeten zetten. We weten dat het de maatschappij jaarlijks 30 miljard euro kost, het roken en vapen. Dus ik vind ook dat we daaraan moeten denken. Dus enerzijds aan de Europese kant aan de slag. Maar dat gaat heel traag, omdat we met een heleboel landen te maken hebben. En aan de andere kant vind ik ook dat we naar de Nederlandse bevolking moeten luisteren. Dat zijn vooral de jongeren. Boven de 80% geeft aan, geef een verbod op vapen. En eenzelfde percentage geeft aan, geef een verbod op roken. En dat zijn de jongeren van de toekomst, die willen richting van de overheid hebben. En dan gaan wij nu zitten piepen over Europese regelgeving. En ik weet dat we daar niet omheen kunnen. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar ik vind wel dat we die generatie serieus moeten nemen. Afrondend. Ja, piepen over Europese regelgeving. NSC is bij uitstek een partij die zegt, wij moeten ons houden aan Europese regels en aan Europese verdragen. En we moeten ons houden aan de grondwet. En als je dan naar de grondwet kijkt, voorzitter, dan staat er vrijheid van keuze en zelfbeschikking in de Nederlandse grondwet. Dus dit zou dan een grondwetswijziging moeten betekenen.
onaantastbaarheid van het lichaam. In het artikel staat het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of lichaam gebeurt, of medische handelingen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen. Dus in diverse verdragen, in diverse wetten, in de grondwet staan gewoon artikelen die tegen het voorstel van NSC, die juist zo voor die grondwet is, ik ook hoor, 100%. Tegen die verdragen ingaat. En ja, daar voel ik wel wat discrepantie in. Want bij het een mag het niet, maar bij het andere mag het dan wel. Hoe ziet mevrouw Jansen dat? Nogmaals, voorzitter, als er Europese regels gelden, dan zal NSC zich eraan houden. Maar wij proberen wel om die regels zover te krijgen dat we meer mogelijkheden krijgen om een verbod voor elkaar te krijgen. Daarnaast gaat het niet om een individuele keuze, want mevrouw van der Plas weet ook dat op het moment dat je een teug van een sigaret neemt, dat je het risico loopt om al verslaafd te raken en dat het dan geen individuele keuze meer is. Dan kun je niet meer van het roken afkomen, ook al wil je dat. Er is 80% van de mensen die wil een poging ondernemen om te stoppen. Dat geeft toch aan dat mensen ervan af willen, maar het niet kunnen. Dus het is geen individuele keuze.